Landbouwers binnenland krijgen waardeketen, vertegenwoordigers van het directoraat Agrarische Ontwikkeling binnenland met hun counterparts van de voedselorganisatie FAO. De opzet van een waardeketen voor de producenten en verwerkers in de agrarische sector in het binnenland ligt in de pijplijn. Het directoraat Agrarische Ontwikkeling Binnenland van het Ministerie van Regionale Ontwikkeling, RO, heeft daartoe een overeenkomst bereikt met het Suriname Market Access Project, SAMAP, van de voedselorganisatie FAO. De waardeketen moet goede samenwerkingsverbanden tussen de verschillende ketens tot stand brengen om sterke organisaties te promoten. Het SAMAP is vorig jaar gelanceerd en moet duurzame agrarische ontwikkeling in Suriname versterken door een meer concurrerende en veilige productie en een betere toegang tot de exportmarkt. De nadruk hierbij ligt op verschillende potentiële gewassen waaronder fruit en groente, non-timber forest products en de verwerking van wortelgewassen voor gemeenschappen in het binnenland. De Europese Unie financiert het SAMAP voor 12,8 miljoen euro. Het streven is erop gericht om minstens 1000 kleinschalige landbouwers, van wie minstens 30% vrouwen, te voorzien van matching grants facility om hun productie te stimuleren. Ook zullen 100 landbouwers, landbouworganisaties en bedrijven worden ondersteund bij het verbeteren van hun marktoegang. Dat moet gaan gebeuren door kwalitatieve productie, verwerking en een verbeterde concurrentiepositie te realiseren. Binnen het project zullen minstens 15 landbouwbedrijven worden ondersteund bij het verkrijgen van bankleningen. Het SAMAP zal hebben bij het opzetten van een database van de verschillende landbouwers in het binnenland, er zal worden bijgehouden in welke gebieden deze opereren. Welke gewassen ze verbouwen en wat de hoeveelheden zijn in elke seizoen, de database zal zorgvuldig worden samengesteld, laat het ministerie van RO via het Nationaal Informatieinstituut weten. Met betrouwbare informatie kan dan onderzoek worden gepleegd of kunnen de gegevens worden gebruikt voor het uitvoeren van projecten in de toekomst.